drie namen te plaatsen in de speciale herinneringsboom, is vrijdag 31 maart crematorium De Hoge Bocht in Veldhoven officieel geopend. Dit gebeurde onder grote publieke belangstelling. Genodigden konden daarna uitgebreid een kijkje nemen in Dela's nieuwste crematorium. Zij konden daarbij alle ruimte bekijken. Een dag later, op zaterdag 1 april, namen maar liefst enkele duizenden geïnteresseerden een kijkje tijdens de open dag. Zij zagen onder meer de startknop waarmee nabestaanden het crematieproces zelf kunnen starten.